Hier staan we bij het hardhout. We hebben veel soorten hardhout. We kiezen altijd wel voor de exclusievere hardhoutsoorten, zoals een padoek, een IP. We hebben ook hardhoutsoorten die minder bekend zijn, een Yutai. Hartstikke mooie hardhoutsoorten. Dat is heel belangrijk voor, vinden wij bij hardhout, dat ze stabiel blijven. We merken wel dat het, de vraag naar hardhout terugloopt en is ook terecht, want we moeten zuinig zijn op de oerwouden die we hebben. En we leveren daarom ook hardhout met FSC, zodat we zeker zijn dat het ook weer teruggeplant gaat worden. Hardhout blijft natuurlijk een natuurproduct, dus als mensen certificaten willen en zekerheden, ja, dat is altijd lastig op hardhout, want een boom is eigenwijs, die groeit zoals die groeien wil. Hardhout vergrijst, dus we hebben hier panelen hangen met vele verschillende kleuren, maar heel veel mensen weten niet goed wat ze moeten kiezen. Ze zeggen van kijk maar even naar buiten, daar hebben we panelen hangen zoals ze er na een jaar buiten uitzien. En dan zul je zien dat je bijna geen kleurverschil meer ziet, maar alleen maar een mooi structuurverschil. Dus hardhout moet je niet kiezen op kleur, moet je kiezen op hoe ziet die er over een jaar uit. Ik raad ook af om hardhout met kleurtjes te behandelen op de grond, want dan ben je alleen maar heel veel werk aan het opzoeken en dat blijft nooit mooi. Hier zijn we aangekomen bij de producten van hardhout, maar ook thermo ayush. En we hangen hier bewust bij de showroom hangen wij hardhout, bamboe, zodat de vergrijzing goed te volgen is. Mensen staan binnen te kijken bij een rood houtje, maar wat is nou een rood houtje? En als ik dan zo'n paneel eraf haal, dan had je niet verwacht dat dit een padoek was. Nee. De padoek is vuurrood, je ziet gewoon wat de zon en regen doet. En nu, fantastisch, ik zie die mooie tekeningen en daarom kiezen mensen voor padoek. Het is een fantastisch mooi houtje en het blijft keurig recht. Ik word er helemaal blij van. De triple ayush wordt heel mooi gevonden omdat dit een heel, heel moderne uitstraling geeft aan een woning, aan een tuinwand. En heel veel mensen kiezen daarvoor, ze zijn er echt gek op. Dus, thermisch behandeld, dat wil zeggen het is een zachthout die heel snel groeit in Afrika. Met 20 jaar is de stam groot genoeg, dus hij kan snel weer opnieuw bijgeplant worden. Hij wordt met groene stroom en stoom wordt hij verwarmd en dan krijg je een hogere duurzaamheid. Want de suikers zijn omgezet en de schimmel maakt geen kans meer. Hij is zeer stabiel en heeft bijna geen noesten en daarom ziet hij er ook veel zieker uit als hij vergrijst. Dus ook de triple ayush wordt een heel stuk lichter. Aan deze kant hebben we nog een paneel hangen, dat is de Mosel Bamboo Faribo. Dit is een ABU product wat we zelf hebben ontwikkeld, samen met Mosel. Dus wel garantie en zekerheid van Mosel, maar het product is iets wat alleen ABU in het assortiment heeft. Hiermee bezoeken we ook architecten, zodat architecten het opnemen in het programma. We gaan even buiten kijken. Ja, we staan hier nou buiten en we hebben hier bamboe staan, maar ja, hier worden ze niet zo dik, want het is in Nederland een stuk kouder en daarom past natuurlijk goed bij ons dat we hier bamboe neerzetten. Hier hangt de Faribo van Mosel inmiddels een jaar buiten en je ziet dat hij toch wel een stuk bruinigheid houdt, maar dat hij wel vergrijst. Je ziet de structuur van de geperste bamboe, zie je verschijnen. Hier hebben wij de Improved Oak aan de wand. Dat is de Improved Oak, dat is verbeterd eiken uit Nederland. Dat wil zeggen dat wij bewust hebben gekozen voor een streek-eigen eiken. Dit eiken vergrijst. We hebben bewust gekozen voor hult en bult. Het mag dan verschillende diktes hebben. En wat gewoon, maar er mag een scheur in zitten, er mag een noes in zitten. Robuust. Ga je voor robuust, kun je ook bij ABU terecht. Hier staan we bij de Mosel Bamboo en Mosel Bamboo Extreme, dat is de donkerbruine, in Infinity, dat is de gelijmde bamboe. De bamboestengels die groeien, die worden aan reepjes gesneden, die reepjes ga je die schaven, dan krijg je Infinity, ga je ze bakken en dan worden ze donkerbruin, ga je ze daarna smashen, komen de vezels vrij en worden ze in de lijm geperst en dan krijg je echt een hele zware harde plank en dan is die geschikt om op te lopen. En er zit 25 jaar garantie op de Mosel bamboe. Hier hebben we een bamboe hangen die hangt nu al 2 jaar. En je ziet dan ook dat het steeds grijzer wordt en dat de structuur van de bamboestengels zichtbaarder worden.
aan de achterkant heeft hij nog steeds redelijk wat kleur, aan de voorkant is hij vergrijs. Dus